klem gehouden. Start en finish van het grote sportevenement voor wedstrijd- en recreatielopers vindt plaats op de Grote Markt in Haarlem. Deelnemers kunnen kiezen uit de halve marathon voor wedstrijd- of recreatielopers. Ook is er een 8,5 kilometer prestatie en een 2 kilometer kinderloop. Op de Grote Markt treden Bassie en Adriaan op en u kunt meedoen aan de Tros Muziek Spelshow. Bel voor alle informatie over de Trosloop met 023 31 93 53 alleen tijdens kantooruren. Vanaf de Grote Markt starten de deelnemers voor de diverse afstanden, waaronder een wedstrijd over 21 kilometer, de halve marathon. En natuurlijk was Tros Sport erbij. Welkom hier op de Grote Markt in Haarlem, het schitterende decor voor de zevende Trosloop. We zijn voor de vierde keer te gast in Haarlem en het belooft opnieuw een heel fraai spektakel te worden. 5000 lopertjes, loopsters en lopers op diverse onderdelen. Wat gaan we doen? We gaan kijken naar een kinderloop over 2 kilometer. We hebben een recreatieloop over 8,5 kilometer, een school-estafetteloop. En als klapstuk van de veiling de halve marathon over iets meer dan 21 kilometer. De marathontoppies van de partij, maar dat niet alleen, want we zien ook zo'n 200 lopers en loopsters in het oranje. Dus je kunt ze prima zien die over een paar weken mee gaan doen aan de marathon van New York. Maar eerst terug naar het wedstrijdgedeelte. Hein van Nieveld stelt aan u de favorieten voor de overwinning op die halve marathon. Ja, en dan natuurlijk hier op dit middenterrein de deelnemers waar je zeer zeker niet omheen kan. Deelnemers die aangegaand en bewonderend bekeken worden hier op de Grote Markt in Haarlem. Als eerste Gerard Nijboer. Gerard, bekomen van je CEO-avontuur? Nou, nauwelijks. De eerste week heb ik een heel goed herstel gehad, maar daarna heb ik 5 dagen in bed gelegen. Dat betekent dat je koorts hebt en wat krasverlies. Aan de andere kant gaat nu weer een week hurry op. Ik ben benieuwd hoe het vandaag eruit zal zien. Het weer is goed, daar zal het niet aan liggen en de deelname is ook fantastisch. Het is redelijk zwaar, er zitten nogal wat glooientjes in. En in het begin moet je erg oppassen. Je loopt over klinkertjes en je hebt een paar brugjes waar je ogen goed de kost moet geven. Dat je daar niet misstap maakt of in gedrang komt, want dan is de wedstrijd afgelopen. Maar ik denk dat het gewoon een hele afwisselende wedstrijd is. Het is een heel leuk parcours. Je loopt een stuk door de stad en een stuk langs de duinen. Het is gewoon door die afwisseling heel aangenaam om te lopen. Ken jij het parcours, Martin? Alleen wat ik een beetje van gehoord heb van Gerard en van John van Meulen en Jos Sessen. Ik heb er toch wel zin aan. Net wat Gerard zegt, het zal heel erg afwisselend zijn. Je hebt hem niet verkend? Ik heb hem net een klein stukje verkend, het eerste stuk. En je moet hem toch gewoon lopen. En tijdens de wedstrijd zie je het dan wel. En ik denk toch dat het hier toch wel goed zal zijn afgezet. En wat dat betreft zal het geen probleem zijn dat je het parcours dan nog niet kent. Ik denk niet dat ik ideeën moet hebben dat ik deze trosloop vandaag kan gaan winnen. Er zijn ook een aantal andere jongens, zoals John van Meulen, die zich echt voorbereiden op een marathon van New York. En die jongens moeten nu in vorm zijn. En Gerard en ik, toch een beetje naweeën van Seoul. En ik denk dat we al blij mogen zijn als ze gewoon in een goede tijd redelijk voorin kunnen finishen. De route van de zevende trosloop start dus op de Grote Markt. Richting Aardenhout, vervolgens Zandvoort, dan naar Bloemendaal en via de zeeweg richting Overveen om vervolgens weer in Haarlem uit te komen. Daarmee is hier de aangezien trosloop getrokken.
De start van de halve marathon met, zoals reeds gezegd, deelname van de Nederlandse top Nijboer, Ten Kate en natuurlijk de man die er net niet bij was in Seoul, Vermeulen. De verwachting was dat de Zeeuw John Vermeulen, die voor de kwalificatie voor de Olympische Spelen enkele seconden tekort kwam, de beste papieren heeft voor de eindoverwinning. Te meer omdat hij van plan is om over ongeveer 2 weken te vlammen bij de beroemdste marathon van de wereld, die van New York. Gerrit Nijboer is de man die tot nu toe de trosloop heeft bepaald. Hij was winnaar in 85 en 86. Nijboer en Ten Kate, de nummers 13 en 15 van Seoul op de marathon, krijgen het zwaar te verduren tegen een goed voorbereide John Vermeulen. De 7e editie van de trosloop heeft het sterkste deelnemersveld tot nu toe. Outsiders voor de overwinning zijn Jos Sasse, Richard Vollebroek en Gerard Smit. De deelname is overweldigend. Ook aanwezig zo'n kleine 100 in het oranje gestoken lopers en loopsters die over 2 weken meedoen aan de marathon van New York. Dit is hun laatste testcase. En daar dan een afscheiding al vroeg in de wedstrijd met hier met nummer 2 John Vermeulen. En daarachter dan de andere kanshebbers voor wellicht een overwinning. Martin Ten Kate met nummer 5, hier ziet u hem met het bekende brilletje op. Ook Gerrit Nijboer daarbij, Jos Sasse, Richard Vollebroek en Willem Zegers. En het gaat goed. Belangrijk is natuurlijk om vooral in die beginfase een redelijk tempo te hanteren om in de buurt te komen van een tijd van 1.04, 1.05, 1.06. Dat is het doel van de mannen die hier op weg gaan voor hun halve marathon. Rechts dus Martin Ten Kate en aan de linkerkant, ook met een bijna gelijke bril, is het John Vermeulen. Lekker relaxed op weg naar een stuk moeilijker gedeelte van het parcours. En hier is het oppassen geblazen, een smal pad langs de Brouwersvaart. De koproep neemt wat meer tempo en vergroot de voorsprong. Niet alleen de wedstrijdlopers komen aan bod. Ook zo'n 1000 enthousiastelingen die het lopen een warm hart toedragen, doen mee aan de 8,5 kilometer recreatieloop. En ze boffen, want de omstandigheden zijn fantastisch. Dat het lopen in Nederland een grote vlucht heeft genomen mag duidelijk zijn. Zo'n 1,5 miljoen mensen trekken wekelijks de sportschoenen aan om lijf en leden te strekken. Voor de recreatielopers is het deelnemen natuurlijk veel belangrijker dan het winnen. Maar ook de recreatielopers hebben zich goed voorbereid op dit evenement. Deze twee heren hebben maar één doel en dat is zo snel mogelijk de 8,5 kilometer afleggen. Als razende Rolands gaan ze van start en dan is natuurlijk de grote vraag of het vol te houden is tot het einde. Blik op oneindig en gewoon maar doorstampen, dat is het credo voor deze twee jongelingen. Ook de 8,5 kilometer loopt langs de Brouwersvaart. Een moeilijk, maar wel heel mooi stuk in het parcours. En daar gaan ze dan, jong en oud, dik en dun getraind en een klein beetje getraind. Maar allemaal op weg naar de Grote Markt in Haarlem. Want daar treden Nederlands grootste kindervrienden op, Basje en Adriaan. Oké, hij doet het. Jongens, geven de wiggel maar. Allemaal begrepen, doe het eens uit! We loopt door een groot donker bos, helemaal alleen. Oh, plotseling blijf je angstig staan, je hoort wat om je heen. Is het een geest, is het een spook, wat is dat voor gehuil? Dan zie je wat de oorzaak is, het is een grote uil. Wat? Spoken bestaan niet. Daarom zijn we ook niet bang, maar dit kan nog gebeuren. Wat nou? Je ouders zijn een avond uit en jij wil vroeg naar bed. Je hebt de landet uitgedaan en dan ontdek je het. Is het een spook daarbij de muur, je bent ontzettend bang. Je ziet als je het licht aan doet, een vlek op het behang. Want spoken bestaan niet, spoken bestaan niet.
staan. Maar dat weten we al lang. En daar gaat hij toch. Het optreden van Bassie en Adriaan was een overweldigend succes. Daarna ging de kinderloop van start over 2 kilometer. Moeders, vaders en natuurlijk veel kinderen. Gezamenlijk op weg naar de finish door de fraaie binnenstad van Haarlem. De een wat sneller, de ander wat langzamer. Maar wat maakt het uit? Lopen is nu eenmaal een prima bezigheid voor jong en oud. Oh, hey, stop eens jongens, stop eens. Hoe gaat het? Goed, ja. Hey, hoe heet jij? Richard Zwart. En hoe heet jij? Ralfje Groot. Hé, je ging bijna tegen die paal op, hè? Ja. Was even schrikken, hè? Ja. Hé, hey, luister, is het de eerste keer dat je meedoet? Nee. De tweede keer. Vorig jaar ook meegedaan? Ja. En hoe ging het toen? Goed. Hé, hey, loop maar gauw door. Ja. Dag. Dag. Dag, mag ik even wat vragen? Hoe gaat het, jongens? Niet goed. Niet goed? Niet goed? Wat is er dan? We zijn er bijna. Ik heb pijn in mijn buik. Pijn in je buik? Nou. Heb je wat verkeerds gegeten vanmorgen? Of niet genoeg? Of niet genoeg? Hé, hey, je hebt ook wel lekker dik aangekleed, hè? Je neemt geen risico. Is dat uw zoontje? Ja, die is van mij, ja. Een zoontje van mij. Geeft u wel genoeg te eten? Nou, hij ziet er wel slecht uit, denk ik. Nou, pijn in zijn buik. En dit is een broertje, hè? Nee, dit is een vriendje. Vriendje, en hoe gaat het met jou? Goed. Heb jij geen pijn in je buik? Nee. Loop jij nog een keer door? Dan heb je het helemaal erop zitten, hè? Jullie gaan door? Nou, we gaan er gauw door. Gewoon doorlopen. Die pijn in de buik gaat wel over. Succes. Kijk eens. Dag. Mag ik u wat vragen? Kom. Is dit de hele familie? Nee, niet de hele familie. Vader staat langs de kant. Ja, dat hoort natuurlijk ook zo, hè. Hé, hoe heet jij? Jurien. Is dat Jurien? En hoe gaat het goed met Jurien, hè? Gaat wel. En het is jouw broertje? Oh, nichtje. En hoe heet jij? Petra. Is het de eerste keer dat je meedoet? Ja. En vind je het leuk? Ja. Jurien, hoe vind je het? Hij heeft weinig tekst vanochtend, hè? Nog eens een keer, waar reageert hij op, denkt u? Geen idee. Nou, loop maar gauw door, Jurien, en succes, hè? Dag! Hey! Heb je Adriaan gezien? Ja, die staat om de hoek, Bassie. Oh, nee, gaan we dan... Nee, ho. Oh, wat is het allemaal? Oh, weet je dat niet? Weet je wat die 14 betekent? Geen idee. Jos, zal ik je vertellen. Er zijn 14 kinderen in Nederland. Die hebben een hele nare ziekte. Dat noemen ze de ziekte van Crigler-Najjar. Oh, dat klinkt heel ernstig. Dat is een leveraandoening, hè? Nou gaat Margriet. Zegers, ik heb wel even de trots, hè, Margrietje. Ja. Die gaat meelopen in New York op 6 november. Een hele grote marathon? Ja, 42 kilometer. Nou, laat Margriet haar eigen sponsoren. Maar je kunt allemaal meedoen. De kijkers kunnen meedoen. Kom eens even hier met de camera. Zoom eens even in op het Giro-nummer. Jullie kunnen allemaal storten op dit Giro-nummer van Margriet. Nou, het ziet er nogal imposant uit, hè? Ja, geweldig. Weet je wat zo leuk is? Als de kijkers nou storten op dit Giro-nummer, dan slanken ze er vanaf. Ja, hey Bas, ja, het Giro-nummer. Luister eens, Bas. Ja. Weet jij waar Margriet is? Ja, die loopt momenteel die 21 kilometer mee. Die loopt mee hier? Ja! Oh, dan ga ik snel naartoe. Hé, hey, doe kijk. Groetjes aan Adriaan. Oké, daar. Terug naar de wedstrijd, de 21 kilometer. Inmiddels een kopgroep van 5 man met John Vermeulen. Hij loopt hier links. Rechts is het Martin de Kater. Daarachter is het Gerard Nijboer. En ook nog goed Richard Vollebroek met de nummer 7. Nu nog maar 4 man, want Willem Zegers heeft moeite om het hogere tempo bij te houden. En op 8 kilometer is het een belangrijk moment in de wedstrijd, want Gerard Nijboer en Richard Vollebroek moeten afhaken. Hoog tempo, Gerard. Houden jullie erop na? Ik denk het, ja. Maar ik kan het niet meer volgen. Gaat het te snel? Gaat voor mij te snel. Ja. Een hoog tempo dus voor Gerard Nijboer, die waarschijnlijk nog de naweeën heeft van die hele goede marathon in Seoul. John Vermeulen, zoals gezegd, in voorbereiding voor de marathon van New York. Hij is een goede doen en heeft een heel hoog tempo. John Vermeulen hier met achter hem Martin ten Kater. We zijn ongeveer 12 kilometer op weg. En hier dan ook problemen met Martin ten Kater. En dit is het moment dat John Vermeulen zijn slag kan slaan.
Een heel mooi en vooral warm moment voor John Vermeulen, die binnenkort over bijna 2 weken zijn slag moet slaan bij de marathon van New York. Duizenden mensen hier, terwijl hij nog steeds een goed ritme heeft op weg naar de finish. U ziet het, links en rechts enthousiaste mensen. En wat zal zijn eindtijd worden? Zijn eindtijd wordt 1:06:02 en dat met een moeilijk parcours en toch wel goede omstandigheden. John Vermeulen dus de winnaar van de 7e trosloop. En nu maar kijken naar nummer 2 en dat kan natuurlijk niemand anders zijn dan Marty ten Kate. Daar komt hij over de finish met zijn kenmerkende zonnebrilletje. 1:06:57. En dan de nummer 3 van de wedstrijd. De man die al 2 keer eerder de trosloop won. Gerard Nijboer, ook de man die de wegatletiek in Nederland groot maakte. 1:07:58. John, van harte gefeliciteerd. Als overtuigend winnaar van deze trosloop. Hier zijn de bloemen. Was het een makkie? Makkie is die nooit natuurlijk, omdat het vanaf kilometer 6 is het toch een heel zwaar parcours. Maar ik heb ontspannen kunnen lopen en de heuveltjes gingen goed en een goede test geweest voor New York. Marty en Gerard hebben natuurlijk net de marathon achter de rug in Seoul. En, ik ben dus bezig voor die marathon en dus gewoon, ik ben in de opbouw en Marty en Gerard in de afbouw. Dus de vorm van mij is op het ogenblik beter. Maar waar is Margriet Segers, onze verslaggeefster bij Trosport, die zoals Bassie al zei de halve marathon meeloopt als voorbereiding op de echte klus over bijna 2 weken in New York. Dan zal zij de hele marathon gaan lopen voor een goed doel. Ze doet het zeker niet slecht, want Walter zocht haar in het achterveld, maar haar eindtijd van 1:45 mag er zeker zijn. Een goed uitgangspunt voor een succesvolle beëindiging van de marathon van New York, waar Trosport overigens op 8 november om ongeveer 11 uur uitgebreid verslag van zal doen. Maar waarom gaat Margriet eigenlijk in New York die grote uitdaging aan? Het gaat om de stichting Griekele Najaar. Dat is een ziekte die voor 14 hele ernstige zieke leefpatiëntjes. Daar moet geld voor binnenkomen om in ieder geval een onderzoek te kunnen doen. Voor het onderzoek is veel geld nodig, waarschijnlijk 500.000. En wij proberen middels een Giro-nummer 5503 geld in te zamelen voor die 14 hele zieke leefpatiëntjes. Ook bijna ex-bondscoach Wim Verhoorn van de wegatleten zal in New York van de partij zijn. Ook voor hem was dit een laatste testcase. Zijn laatste kilometers waren kilometers om nooit te vergeten, want de eerste 3 van het klassement liepen met hem mee. Ja, dat is leuk. Dan moet ik wat wegslikken als dat gebeurt. Marty de Kate, wat was de reden dat jullie Wim Verhoorn eigenlijk gingen binnenhalen? Nou ja, toch een stukje morele steun aan Wim. We hebben gewoon als wegselectie ontzettend veel te danken gehad aan Wim in de afgelopen periode. En zeker in de afgelopen 4-5 jaar. En voor Gerard is die periode nog veel langer. En wij zouden als wegselectie dan ook dolgraag door willen gaan met Wim als centrale man voor ons. Oh, dat zijn duidelijke woorden. John Vermeulen, overigens gefeliciteerd hè, met de overwinning. Prima gedaan, ook een goede tijd. Voor jou ongeveer dezelfde motivatie wat Wim Verhoorn betreft? Ja, precies hetzelfde. Het is gewoon een lullige manier hoe Wim weggezet wordt en aan de andere kant geschoven wordt. Er is met ons geen ene overleg gepleegd. Hoe we wat met Wim gaan doen, dus wij staan achter Wim. Ik mag je overigens feliciteren, want er is een nieuwe bondstrainer aangesteld, hè, volgens Adrie Kaufman gisteren. Nou ja, goed, ik weet niet wie het is, dus en ik denk geen van drieën dat wij weten wie de nieuwe bondscoach is. Blijft voor jou ook nog een verrassing dus? Ja, voor ons ook een verrassing, ja. Ook uiteraard van de partij zou ik haast zeggen Gerard Nijboer, die Wim Verhoorn natuurlijk al heel lang kent. Afgelopen zaterdag zei Arie Kaufman dat er een nieuwe bondstrainer is. Voor jou maakt het eigenlijk helemaal niet uit, want je had toch al de banden verbroken. Ja, ik heb bewust besloten na de actie die Arie genomen heeft. Ik heb Arie een brief geschreven waarin ik mijn standpunt heb duidelijk gemaakt en gevraagd op zijn standpunt terug te komen. Toen heb ik hem opgebeld en toen heeft hij gezegd van Gerard, daar heb jij eigenlijk niks mee te maken. Dus ik heb toen gezegd van, Arie, moet je wijzen, kom jij niet op dit besluit terug? Nee, zegt hij. Nou, ik zeg, dan is de consequentie voor mij dat ik de banden met de bond breek en alleen mijn lidmaatschapkaartje hou om aan wedstrijden mee te mogen doen. Maar voor de rest wil ik op dit moment absoluut niets met de KNU van doen hebben. Dat betekent ook dat ik geen publiciteit wil verrichten voor de KNU. Dat ik me verder hou van elke medewerking die enigszins positieve reacties voor de KNU kan geven, omdat dit voor mij zo'n slag in mijn gezicht is dat ik menselijkerwijs gezien niet correct vind dat ik met deze bond verder ga.
Dat is duidelijk. Ik maak nog even een rondje langs de velden. Want Wim Verhoorn kan natuurlijk door blijven gaan als persoonlijk trainer. Kies jij daarvoor, Gerard Nijboer? Zeker. Ik heb ook gezegd, ik ga onder Wim verder. En jij, John Vermeulen? We gaan gewoon met Wim verder. En jij, Martin de Kater? Ja, ik wil heel graag verder gaan met Wim. En dan als persoonlijk trainer. En dan roel het veld er een beetje bij voor een stukje management. En dan samen met Wim denk ik dat we een heel sterk team hebben. Nou, feliciteer ik je weer voor, want je hebt de nummers 1, 2 en 3 van de Trosloop onder je hoede. Dankjewel. En wat doet het, Jad? Ik zeg het net al, dan moet je iets wegwerken, want tenslotte ben ik ook maar een mens. En ik hoop dat de knauw hier niet de dupe van wordt. Dat bedoel ik alle mensen die sport en hart toedragen. Laten we verstandig zijn. Dit was de Trosloop 1988 en wat hebben we hele mooie dingen gezien. John Vermeulen, een winnaar van die halve marathon in een hele goede en snelle tijd met Martin de Kater en Gerard Nijboer. We hebben ook kindertjes gezien bij de kinderloop over 2 kilometer, de recreatieloop 8,5 kilometer. En natuurlijk niet te vergeten de estafette hier van de scholen in Haarlem. Dit was de Trosloop 1988. We zijn er weer aanstaande vrijdag om 6:30 met onze normale uitzending van Trossport. Wat mij betreft graag tot aanstaande vrijdag.